Yo, mijn naam is Jarantos. Welkom bij deze allereerste Q&A. Dit is op de achtergrond zie jullie gameplay van Overwatch, jongens. Is op de map Route 66. En ik speel hier als een reaper. Lijkt jou dit nou een toffe game, jongens? Laat het even weten in de comments. En wie weet ga je het vaker terugzien op het kanaal als een livestream of een video, wie weet. Maar voor nu gaan wij beginnen met de Q&A. Jullie hebben echt massaal Q&A vragen ingestuurd via Instagram en Twitter. Ik zal de Twitter vragen ook gelijk even bijpakken. Zo. En dan gaan we beginnen met de eerste vraag. En die komt van Rick Jaro 321. Hij vraagt: welke vrachtwagen vind jij het beste in ATS 2? Nou, nummertje 1 is voor mij de Scania, jongens. Ik vind hem persoonlijk erg mooi om te tunen. En daarbij vind ik hem zelf erg fijn rijden. Daar komt ook de DAF bij kijken. Want de DAF die vind ik ook erg fijn rijden. En hij stuurt lekker. En hij is ook super goed te pimpen nu met die nieuwe DAF DLC. Dus die komt voor mij echt op de tweede plaats. Op de derde plaats komt voor mij de Volvo. Vind ik ook echt een hele fijne bak om te rijden. En ja, hij kan best mooi zijn. Maar ja, een beetje minder om te tunen en zo. Maar ja, het is toch nummertje 3 geworden voor mij. Nummertje 4 is voor mij de Mercedes. 5 Renault en 6 de Iveco. 7 dan die autootjes. Die hoeven voor mij, mogen ze voor mij allemaal eraf gooien. Daar heb je helemaal niks aan, jongens. Die mogen gewoon delete uit de game. Want ja, daar heb je gewoon niks aan. Dan ga je... Nou, dan ga ik. Dan gaan jullie niet. Maar dan ga ik door naar vraag nummer 2 van Jessetje. Via Instagram vraagt hij: wie of wat is je grootste voorbeeld? Nou, dat klinkt misschien heel raar, maar die heb ik niet. Ik heb geen eigen voorbeeld. En ja, misschien de een heeft het wel, de ander heeft het niet. Maar ik persoonlijk heb het niet. Ja, je moet je eigen weg zien te vinden. Je moet niet iemands voorbeeld van gaan aannemen. Je bent gewoon wie je bent en jij doet gewoon je ding. En hoe je er komt, dat is misschien een hele andere manier zoals andere mensen er komen. Ik bedoel... Ja, jij doet de ene opleiding en Pietje doet de andere opleiding en Pupje doet weer een andere opleiding. Je moet gewoon je eigen ding doen. En ja, dat doe ik dus ook. En daarmee vind ik deze vraag wel voldoende. Eigenlijk. En dan gaan we door naar vraagje nummer 3. En dat wordt van Jaspertje 050. Die vraagt via Instagram: waarom ben jij begonnen met YouTube? Ik ben begonnen met YouTube een tijdje geleden al. Ik heb 2 andere kanalen gehad. En dat waren in het Engels. En dat ging op zich best goed, want we zaten op een gegeven moment op 1500 abonnees. Alleen we hadden een beetje mot in de groep. En de groep die viel uit elkaar. En ik had zoiets van: joh, ik gooi dat kanaal weg. En ik ga lekker overnieuw beginnen. En toen ben ik Eurotruck gaan streamen. In het Engels. En op een gegeven moment zag ik Thomas in de chat. En ik dacht van: joh, waarom kom je niet lekker Nederlands spelen? En kom je mods meespelen? En dat heb ik gedaan. En sindsdien ben ik blijven plakken eigenlijk. En sindsdien ben ik ook zo snel gegroeid. Ook mede dankzij Thomas. En een dikke shout-out ook naar hem natuurlijk. En wij gaan gewoon door ermee. En we blijven groeien en we blijven lekker Eurotruck spelen. En natuurlijk gaan we ook andere games spelen. Maar dat komt allemaal nog naar het kanaal. Daar komt nog een aparte video over. En waarom ik dan ook wou gaan streamen en ben gaan streamen is omdat ik het leuk vind om mensen te leren kennen en te ontmoeten in de chat die hetzelfde game leuk vinden, weet je wel. Dan kun je lekker over ouwe hoeren, lekker meespelen, gewoon gezellig. Het is gewoon gezellig, joh. Daar gaat het eigenlijk om in de hele game. Gewoon lekker gezelligheid. En daar is het eigenlijk bij gebleven. En dan meteen de volgende vraag van Christian OGB: heb jij meer dan 2000 euro op je bankpas staan? Nou. Heb ik er meer dan 2000 euro op staan? Ja, ik heb meer dan 2000 euro op mijn bank staan. Dus dat kan ik met een gerust hart zeggen. Gelukkig wel, dat had ik een groot probleem mee. En dan gaan we door naar vraag nummer, was het 4 of zo? Mats Nijendijk vraagt: wat was de eerste truck die je kocht op ETS 2AP? Dat was de Scania, jongens. Absoluut. Ja, ik kan er lang of kort over door, hè, maar het is gewoon de Scania. En dan vraag nummer 6. Marijn Jonkers die vraagt: je werkt op een vliegveld, maar wat doe je eigenlijk op een vliegveld? Wat doe ik daar? En op welk vliegveld werk ik? Ik werk op Eindhoven Airport, jongens, voor degenen die het niet weten. En ik doe bijna alle platformgerelateerde taken, die doe ik. Ik ben sowieso, ik ben voorman op een vliegveld. En dan denk je van: wat is nou een voorman? Ja, leg daar nou eens uit. Nou, dan kan ik jou dat uitleggen. Ik denk, iedereen is wel eens een keer op vakantie geweest met een vliegtuig. En dan zie je wel eens iemand staan met 2 van die lichtgevende stokjes. En die staat zo te zwaaien, zo van: ja, je moet hierheen. En dan stuurt het vliegtuig zeg maar naar de VOP. En de VOP is zeg maar de parkeerplaats voor een kist. En de kist is dan weer een vliegtuig, dus dat is een parkeerplaats voor een vliegtuig. En die zorgt dan dat hij op de juiste streep staat. En als hij helemaal klaar is, dan zegt hij, geeft hij stopteken. En zeg maar, een kruisje zo. En dan stopt het vliegtuig. Dat is wel heel leuk en aardig.
En dan, dat is het eerste wat je doet. Vervolgens loopt de voorman een rondje om het vliegtuig om te controleren dat er geen schade is opgelopen bij de vorige bestemming. En als dat allemaal in orde is, dan mogen de collega's die mogen de trappen bijrijden en de lopende band om de koffers uit het vliegtuig te halen en zo. En dat zijn dus ook taken die ik ook kan doen. Bijvoorbeeld als ik geen voorman ben, dan kan het zijn dat ik de trappen bij het vliegtuig neerzet. Of ik zet de lopende band in het vliegtuig. Dat soort dingen allemaal. Of wat doe ik nog meer? Ik rij wel eens met karretjes rond. Als er bagage op ligt, die breng ik naar vliegtuigen toe. Of ik breng ze naar de aankomsthal om daar de koffers op de lopende band te lossen. Waar die vervolgens bij de andere kant er weer uitkomen. Zodat de passagiers de koffers weer kunnen ophalen. En ja... Dat is een beetje kort gezegd wat ik precies doe. Maar ik zie dat de gameplay is afgelopen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Bedankt voor het liken. Mocht je vragen hebben, stuur ze hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende video. De mazzel. En ik zeg geniet van de eindgameplay. Want er komt nog een... als het goed is... nog een match aan. Dit stukje van mij. Play of the game. Misschien dan nog even snel een vraag tussenuit piepen. Wat is je droomauto? Dat is de Nissan GT-R, de allernieuwste. Super vette bak. En dikke triple kill hier trouwens. Van achter gesneakt en hup, kom maar. Bedankt voor het kijken jongens. En dan zie ik jullie in de volgende Q&A. Later. Had je vragen achter? Wie nee?